vorgestemd. Mag ik eerst weten wie je bent? Ja, mijn naam is Jan van Haren. Ik ben voorzitter van AV Parthenon. En ik ben zo'n jaar of 9 bestuurslid van deze vereniging. Vanavond een heugelijke avond. Hoe is die verlopen? Uitstekend. Alle leden waren voor. Er waren heel veel mensen die een warm hart toedragen aan de nieuwe vereniging. En ook koesterden hoe onze vereniging sinds 1948 bestaan heeft. En we hebben vertrouwen in de toekomst. En ik denk dat het wel goed komt. Het heeft al wel een tijd geduurd. Er is al eens een keer eerder een poging geweest. Kunt u daar iets over zeggen? Praten we wel over een tijd geleden? Ja, ik was toen geen lid van Parthenon, maar ik heb vernomen dat bij de bouw van dit mooie, prachtige complex gepoogd is toen beide verenigingen uit de Windhondpolder hier naartoe kwamen om die samen te laten gaan. Maar helaas is dat niet gelukt toen. Er waren toch nog iets te veel wrijvingen onderling. En in de loop der tijd zijn die goed opgelost. Nu is de fusie gestalte. Wat is de naam? Fortius. En hoe is daar toe gekomen, deze naam? De leden hebben een stemming uitgevoerd. Een werkgroep bezig geweest. Die hebben een voordracht gedaan. Leden hebben een voordracht kunnen doen. En vervolgens zijn uit een vijftal namen is er een keuze gemaakt. En uiteindelijk is Fortius het geworden. Mag ik eerst weten wie u bent en uit welke hoofd u praat? Ik ben Ad van der Kamp en ik ben de voorzitter van de Hercules Vereniging. Ja, vanavond een belangrijke avond. Hoe is het gelopen bij Hercules? Erg leuk eigenlijk. Er waren nu wat emoties, maar de applaus en de toestemming om tot een fusie te komen, die was toch overweldigend. We hebben er lang naar uitgekeken. Wij hebben er hard aan gewerkt, in de laatste jaren niet ervan, maar het jaar daarvoor waren dus de plannen en de aandrang van leden om tot een fusie te komen van beide verenigingen. Wat betekent dat nou voor de toekomst? Voor de toekomst dat we hier een vereniging neerzetten, niet alleen atletiek, maar het is een omnisportvereniging, waarvan de atletiek nu een hele grote portie is, dat ze weer gaan niet kent in geheel Zuid-Holland haast. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Heb je ambities? Er zijn ambities en er lopen al ambities. Bijvoorbeeld in het postdoc hoogspringen draaien we op een heel hoog niveau landelijk mee. En we hopen daar juist dat je samenwerkt en de goede trainers samen kan voegen. Een behoorlijk stuk op atletiek gebied te kunnen verbeteren. Maar ook in de krachtsport. Wat dus geen atletiek is, begrijpelijk, maar die doen ook aan wedstrijden in de landen overal mede. En wij zijn zo'n grote vereniging, we hebben zoveel in huis. Nou, is het dus een fusie, twee clubs die moeten in elkaar. Ziet u nog hobbels? Ja, dat is uit de keuken kletsen straks. Tuurlijk zijn er hobbels. Ja. Die komen ook vanzelf. En we weten ook hobbels te zitten. En we hebben hier een gebouw wat nu natuurlijk voor twee verenigingen ingericht was. En dat moet één grote sportvereniging worden. De accommodatie moet misschien iets aangepast worden. Maar dat geldt ook voor de verenigingen die bij ons komen sporten, wat wij faciliteren ook. Dat is een hobbel. Ja. Wanneer kunnen we zeggen de vereniging is één geworden in tijd? Nou, officieel per 1 januari 2017. Maar de emotionele eenwording, dat heeft natuurlijk zijn tijd nodig. Op sommige niveaus is het er al, het bestuurlijke niveau, dat is een hele goede groep samen. Op diverse afdelingen werkt dat ook al een jaar samen, dus daar zit het al beter emotioneel. Met die groepen die nu pas beginnen, dat duurt natuurlijk weer een poosje. Ja, dat is logisch. 2-3 jaar? Dat lijkt me wel lang.
succes en zeker op het sportief vlak. Daar is de vereniging voor. Het zijn sporters onder elkaar. En de vereniging, ja, die zorgt dat ze kunnen sporten. Dank u wel. Ja.
Nu moeten we naar de toekomst kijken. Wat betekent het? Twee atletiekverenigingen nu in één. En het is eigenlijk breder dan alleen maar atletiek, denk ik. Ja, klopt. Ja. Het is wel een grote groep, die twee atletiekafdelingen. Maar zeker zijn we ook zeer gebaat bij een grote vereniging, een sterke vereniging die ook gevoed wordt met krachtsport, met sportief wandelen, met worstelen, fitness, aerobics enzovoort. En dat betekent dat we eigenlijk een goede basis hebben om hier nog veel van de grond te kunnen krijgen. Over hoeveel leden praten we? Ja. Over hoeveel leden praten we? Dan praten we over bijna 2000 leden. De toekomst? Je had het over sportief wandelen, maar ik neem aan dat er ook prestatie en misschien wordt de lat wel hoger gelegd. Klopt dat? Ja, klopt. We hebben wel een aardige ambitie. Je moet de lat inderdaad hoger leggen. Het zou mooi zijn als we hier tegen het landelijk talentencentrum aan zouden schurken. Het landelijk talentcentrum is verdeeld in een aantal deelcentra, onder andere Rotterdam. Maar het lijkt mij mooi om hier een goede basis te leggen voor niet alleen maar atletiek, maar ook voor de andere afdelingen. En nou, het zou ook mooi zijn als we hier nog een keer een NK Masters voor welke tak dan ook zouden kunnen organiseren. En voor Dordrecht is dit natuurlijk heel mooi. Ja, zeker. Eén grote vereniging met een uniek aanbod. Ik wens u gefeliciteerd, mag ik eigenlijk zeggen. Graag gedaan.